Jack van den Berg, je speelt 2-2 tegen Arkemaase Boys. Ik kan me niet voorstellen dat je daar tevreden mee bent. Nee, met de stand ben ik zeker niet tevreden. Wel met het spel, maar niet met de stand. Ja, zeg jij het maar. Jij hoort de vragen te stellen. Maar wat moeten wij nog meer doen als de tweede helft? Als voetballen, de ballen nog goede kleur geven. En dan niet rondspelen op eigen helft, maar rondspelen op de helft van de tegenstander in de laatste 30 meter. Ze komen niet uit de 16 bijna. En we creëren ook kansen. En dan moeten we eigenlijk nog blij zijn dat we 2-2 maken. Ook 10 minuten tijd. Maar dat was ook meer en meer dan verdiend. Het is... ik ben natuurlijk ben tevreden met de manier van spelen, of zeker van de tweede helft. En heel ontevreden met een gelijkspel. Dat schiet niet echt op natuurlijk een punt. Met name in die tweede helft heel veel 100% kansen, vond ik. Ja, dat vond ik ook. Maar oké, jeetje mina. Dat doen ze natuurlijk ook niet expres. Maar we zijn wel 100 keer in die 16 meter geweest. En die bal die gaat er maar niet in. Oké, dat... Ja, je doet daar niks aan. En ik ben wel, ik vond het echt heel knap. En dan, ik hoor dan zelfs nog mensen zeggen bij de laatste wissel van, ja, je kan er nog maar een paar wisselen, weet je. En dan denk je, ja, wanneer is het dan goed, joh? Als je dit niet goed vindt de tweede helft, dan houdt het echt op, denk ik. Even terug naar het einde van de eerste helft. Je gaat, denk ik, met een heel rot gevoel de kleedkamer in door die strafschop in een van de laatste minuten. Ja, het was aan de rand van de 16 meter en Mels probeert de bal te spelen. En het gekke is dat anderen dachten van, joh, raakt hij misschien zijn schoen? Iemand anders dacht dat hij in zijn fetus bleef strikken, maar de scheidsrechter zei dat hij vasthield. Als er iemand vasthield, dan was het die tegenstander, die had hem zo. Maar aan de rand van de maar hij gaf hem, ja. Ik vond het een zware beslissing. Maar wat zeg je dan in de rust? Want ga je dan voor die overwinning? Want je moest eigenlijk winnen, hè, om aansluiting te houden bij die eerste drie. Ja, oké. Maar je bent een punt dichterbij en je leeft nog. En, dus we kunnen nog steeds derde worden. Waarom niet? En wat zeg je in de rust? Nou ja, in de rust. De eerste helft was natuurlijk ook wel voor ons. Alleen niet zo overduidelijk. De tweede helft was denk ik 80-20 of zo. Maar ook in balbezit. En de eerste helft was misschien 60-40. Hoewel in de loop van de eerste helft zag je al wat er ging gebeuren. Maar toen hadden zij nog counters. De tweede helft hebben ze zelfs die counter eruit gehaald. En toen hebben we gewoon goed gespeeld. En wat je zegt, ja, je kan zeggen, nou oké. We hebben er een stuk of 4-5 kansen, mogelijkheden gecreëerd in de eerste helft. Je kan een lange bal gaan spelen, maar als je de lange bal speelt, des te eerder krijg je hem ook weer terug. Dus dat moet je gewoon niet doen. Je moet toch het geduld houden. We proberen de afvangende bal, daar hebben we iets van gezegd, van iets meer de afvangende bal. Dus de backs nog iets meer naar binnen. Als we de bal niet hebben, hè, want er is ook één back altijd heel breed. Ja, dat is helemaal gelukt. Want ook al val je aan, je verliest hem wel eens. Maar dan moet je hem proberen zo snel mogelijk te veroveren. Dat hebben we gedaan. Dus... Dat geduld wat we opgebracht hebben, dat werd beloond met de 2-2, maar niet met de overwinning die natuurlijk meer dan verdiend was geweest. Aan de andere kant, Arkemaase Boys heeft de periodetitel al, jullie moeten nog vervechten. Word jij er als trainer niet een beetje gek van, zo'n verdedigende ploeg die dan wel zo'n prijs pakt? Nou, ik denk dat je daar ook een beetje trots op moet zijn. Wij kunnen echt heel behoorlijk voetballen, we kunnen goed voetballen. En de ene wedstrijd gaat dan natuurlijk wel beter dan de andere. En hier in de ambacht is het niet zo gauw goed. Het is natuurlijk heel kritisch publiek hier zo. Ook daar word je gek van volgens mij. Ja, daar kan ik helemaal niks mee. Daar kan ik echt helemaal niks mee. Als je dit niet goed vindt, weet je wel. Je moet trots zijn op je elftal. Oké, wat doe je eraan? Het is 2-2. Je weet hoe het gaat in het voetballen. Ik vind trouwens, een puntje van kritiek heb ik net binnen ook al gezegd. Ik heb ze gecomplimenteerd voor de tweede helft. Maar in blessuretijd, dus nog een minuut of 2-3 te spelen, begrepen wel. Toen gingen we wel een paar keer een lange bal spelen. Moet je niet doen. Ook dan moet je gewoon. Want als je de lange bal speelt, dan heb je ook meer balverlies. En dan krijg je ook meer counters tegen. En dan kan je hem, ze hebben nog een counter gehad in die laatste minuut, weet je wel. Dus dan je hebt een manier van spelen en die moet je niet proberen, dan moet je dat doen. Je moet niet een beetje dit, een beetje dat. Nee, het ene waar je in gelooft, dat moet je dan doen. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Tot slot, geloof jij meer dan het publiek bij ASWH in de derde plaats van ASWH in deze competitie? Ja, ik denk dat kan gaan lukken, ja. We hebben Rijnvogels nog, we hebben Capelle thuis, Almere City thuis. We moeten naar Scheveningen toe. Dat is dan wel op een grasveld, dat is weer een ander verhaal, hè. Maar
Ja, natuurlijk moet je erin geloven. Dus ja, ik geloof er wel in. En als we de volgende week weer zo spelen zoals nu, dan is de kans dat je wint. Ja, dat van tevoren gezegd, als je goed speelt, heb je meer kans om te winnen. En als we weer zo spelen, dan moet je toch een keer winnen weer. Dankjewel. Ja, graag gedaan.